Arend van Dam is een gelouterd kinderboekenschrijver. In zijn woning aan het Harlingenhavenplein werkte hij de afgelopen tijd aan Er was eens. Een boek over prinsen en prinsessen die de inhuldiging meemaken van hun koninklijke ouders. Kan het actueler? Directe aanleiding was 200-jarig jubileum van het Koninkrijk. Maar ook de mogelijke inhuldiging van koning Willem IV speelde natuurlijk op de achtergrond mee. Het boek verschijnt in maart en ik ging woensdagmorgen op bezoek bij Arend. Altijd weer gezellig. Arend, er komt nu een boek dat heel actueel is. Hè? Ja, maar dat wist ik natuurlijk ook niet. Hè? Ik zou kunnen zeggen, ja, ik heb dat al die tijd zien aankomen. Nee. Maar ik dacht wel, 200 jaar Koninklijk Huis is een leuke gelegenheid om iets voor kinderen te doen. Dus ik had inderdaad al een tijdje geleden in de planning, ik ga proberen in 10 verhalen, zeg maar, alles te vertellen over alle prinsen en prinsessen die later koningen en koningin zijn geworden. En dan ook in de relatie tot hun ouders, begrijp ik. Ja, precies. Ja. Dus de titel van het boek hadden we gesteld op Er was eens. En dan verhalen over prinsen en prinsessen van Oranje. Ja, toen kwam dat bericht. En toen heb ik meteen, ik zat te e-mailen naar de uitgever van, ja, we zitten met onze neus in de boter. Maar misschien moeten we de titel veranderen. Is het een soort handleiding voor de kinderen van Willem-Alexander? Ja, volgens mij wel, want het gaat eigenlijk door al die inhuldigingen heen. En door de geschiedenis heen. Ja, ik heb hier een heel rijtje met boeken over het Koninklijk Huis staan. Dus dan lees je van hoe was de inhuldiging van Wilhelmina, hoe was de inhuldiging van Juliana. Nou, bijvoorbeeld Juliana die ging met haar kinderen dansen door de Nieuwe Kerk, over de grafzerken zo links en rechts, hinkel de hinkel. Nou, dat soort grappige verhalen komen in dat boek. Je bent mateloos populair. Nou, ik niet, mijn boeken. Ja, maar dat heb jij toch gemaakt? Ja, volgens mij 6 jaar geleden stonden jullie hier ook, hè, met de camera. Ja. Had ik net een zilveren griffel gekregen voor lang geleden. Nou ja, mag ik opscheppen een beetje? Ja. Daar zijn er meer dan 100.000 van verkocht in die 5 jaar. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja. Dus jij bent eigenlijk een grotere schrijver als Vestdijk inmiddels, hè? Nee, ik heb gewoon kennelijk korte verhalen voor kinderen, dat doet het goed. Ja. Kinderen houden van korte verhalen, ze leren er iets van. En, leuk om voor te lezen. Dit boek, wat maakt het speciaal? Ja, die 200 jaar Koninkrijk, maar zijn kinderen nog steeds geïnteresseerd in prinsen en prinsessen? Dat vind ik zo moeilijk te beoordelen. Ik ga niet, dit boek, dat zit niet in de sfeer van, wat leuk om prins of prinsesje te spelen. Nee, dit zijn gewoon de historische dingen. Nou, een van de leuke dingen die ik vind is de Friese tak. Ja. Hoe zit dat nou met die Friese tak? Ja. Dus dat komt helemaal in het boek voor. Er moet dus ook een hele stamboom inkomen, want iedereen zegt altijd, ja, hoe zit het nou met Oranje? Eigenlijk Beatrix en Willem van Oranje, die hebben niks met elkaar te maken. Het is een zijde. Jawel, via de vrouwelijke tak. Ja. Dus dan krijg je Albertine Agnes en dan krijg je Henriette Amalia. En dat ga ik allemaal aan die kinderen uitleggen in dat boek. Via de vrouwelijke lijn klopt het allemaal helemaal, precies. Het boek moet er nu zeker extra snel komen, of stond het al op stapel? Nee, het staat gepland voor maart. Okay. Dus het komt al goed. Ik zie al een flinke stapel in de winkel liggen en dan voorlezen aan kinderen. Alle inhuldigingen komen erin voor. Hoe hou jij contact met die kinderen? Ik mag heel vaak op scholen komen. Dus dan ga ik met mijn koffertje met boeken op school vertellen. En ik doe het soms ook via de Skype of via de mail met kinderen. Ik krijg zelfs uitnodigingen uit andere landen. Bijvoorbeeld meester Henk uit Peking. Kun je een keer bij ons op school komen? Okay. Ja, deze boeken zijn ook heel populair op de internationale scholen. Ja. Dus volgende maand ben ik ook een weekendje in Boedapest. De Nederlandse school in Boedapest. Ja. Kun je een keer langskomen om over je boeken te praten. Geweldig. Zitten er ook vertalingen aan te komen, realiseer ik me nu? Ja, niet van deze boeken. Okay. Nee, niet van deze. Ik heb wel vertalingen in China. Ja, dat klinkt ook weer zo opschepperig. Ik heb een redelijk leuke markt. Nee, ik heb ze niet. Ze staan niet in deze kast. Ik heb met Alex de Wolf 7 prentenboekjes over beren. En toen vroeg een Chinese uitgever, mogen we die boekjes vertalen? En daar blijken er ondertussen in China meer dan 1 miljoen van verkocht te zijn. Maar dat is natuurlijk ook een heel groot land. Hè? Dus, maar het is ook wel even stil worden voor mij. Hoor. Maar dan moet ik zeggen, het zijn zulke piepkleine boekjes. Gewoon met een slap kafje. Ik krijg geloof ik 0,5 cent per boekje. Ja. Dat is het. Ja, het maakt het wel leuk. Het is wel hartstikke leuk. Ja. Ja, het grappige is, die boekjes gaan over papa's. En wat blijkt, in China is het nog heel erg bijzonder dat je als papa met je kind gaat koken of met papa naar buiten gaat om avonturen te beleven. Dat vinden ze daar bijzonder. Als je op die website van die uitgever kijkt, ja, dat doe ik af en toe, dat is leuk om te zien, dan kun je zien, er zijn nu 46.000
lezersreacties op die website. Gewoon kun je eindeloos doorscrollen en dan gooi ik er af en toe eentje in de Google Translate. En dan kan je zien, ja, ik heb vandaag gekookt met mijn kind. Dat had ik nog nooit gedaan. Het is dus inspirerend. Ja. De tekeningen in jouw boek, die maken het natuurlijk extra speciaal. Ja, maar dit doe heel veel in die bundels. Dat is meestal Alex de Wolf. Maar deze tekeningen nu zijn van Georgien Overwater. Okay. Ja, je moet niet helemaal afhankelijk zijn van één illustrator. En deze Georgien had er echt lol in om dit te gaan illustreren. Ja, dit zijn Willem en Mary. Weet je wel, de Engelse, ja, ja. De Engelse prinses. Ja, de Engelse tak, precies. Je kent je geschiedenis. Nou ja, dus lekker bezig.